Broeders en zusters, beminde kijkers, hooggeëerd publiek. Graag vraag ik uw aandacht voor een tirade tegen Vladimir Poetin. De man die ons misschien wel in de derde wereldoorlog aan het storten is op dit moment. Deze scheldkanonade, deze tirade, die wordt uitgesproken door de schrijver Mark Schorl. Daar komt hij. Poetin, dat stekeldier met varkensogen. Die bleke spookverschijning in de mooie droom van Oekraïne. Ik kan die pafferige pokkenkop niet meer zien. Die coronaklootrommel. Dat chagrijn ook van die man. Er kan werkelijk geen lachje vanaf. En mensen die niet kunnen lachen, daar moet je voor oppassen. Want die kunnen niet relativeren. Die zijn gevaarlijk. In hun hart reageert het ressentiment. Een ander sentiment, dat kennen ze niet. Alleen als hij iemand kan ledigen kan, ja, dan zie je een lach rond zijn zuinig dunnige lippen spelen. Een grijnslachje waar magere hein jaloers op kan zijn. Poetin, die vieze witte spoetnieker. Het is ook maar een opdondertje, hè? Een Napoleonneke. Een tiran met een tuutje in zijn broekske. Een ondermaats mens. Een druiloor met soepogen en een weekweemondje. Zo zielig als hij kijken kan met die valse blik van hem. Die derde rangs toneelspeler. Want ondertussen, hij is een communistisch gefrustreerde circusbeer die als het te heet onder zijn smerige poten wordt, brullend aan zijn kettingen gaat rukken. Een Russische rukker is hij. Een kutcommunist. De lul van een kreupel paard. De permafrust van ontheiligd Petersburg. Een uitgekoude moskoviet. Ziek als een tumor. Vals als een kreng. Rot als een rat. Zo zie ik dat idool van het Russische riool. Een moskovisch zakgebak. Een lachgascrimineel. En een olieknoeier. Een pathetische satraap. Zo onsmakelijk als een wodka-pus. Een mannelijke steppelhoer. Een triviale trojka-koerier met een knoop in zijn zweep. Een knoet- en knuppeladdict. Ach, ik hoop van harte dat alle verwensingen ter wereld op hem zullen neerdalen. En dat hij daarmee, levend en wel, langzaam en pijnlijk onder de grond verdwijnt. In een helle poel die Dante voor hem heeft ingericht. Alsjeblieft. Zo, daar was geen woord Frans bij, beste kijkers. Of misschien wel, daar heb ik niet echt op gelet. Wilt u meer van Mark Schorl, de schrijver, weten? Hij heeft recent een boek geschreven, Zo Vader, Zo Zoon, waarin ook prachtige scheldkanonades en tirades voorkomen. En zo kreeg ik ook het idee voor deze scheldkanonade op Vladimirisch Poetin. Dat zit zo. Mijn roman Zo Vader, Zo Zoon, die vader in dat boek, die kan nogal jeremiëren en schelden en tieren tegen allerlei uitwassen en over Brezhnev en dat soort dingen. En toen vroeg ik mij af, die man, wat zou die over Poetin hebben gezegd? En dat gaf mij de woorden in, als in een droom, en dat leidde tot een stukje woordportret van een potentaat, een tirade. Ja. Brezhnev zei, komt u voor, dat is een... Een leider van de voorloper van Rusland, namelijk de Sovjet-Unie, oftewel de Unie van Socialistische Sovjet-Republiek, is ook een onderwerp waar jij mee betrokken bent. Nou, ik heb ooit gewerkt bij boekhandel Pegasus en ik ben een groot liefhebber van Dostojevski. Boekhandel Pegasus was een beetje de uitgever van de communistische literatuur hier in Nederland. Ja. Ja, ik was geen communist, maar ik werkte op de inkoopafdeling uit Oost-Europa. En er kwamen soms hele mooie boekjes vandaan. Vond ik hele rare, vreemde titels en dat soort dingen. Heb ik met plezier wel gewerkt. En toen ambieerde ik al het schrijverschap, maar kwam er nooit van. En in coronatijd ben ik zo'n beetje ontploft. Heb ik 7 boeken gepubliceerd. Want ik werk als kok, maar toen werkte ik niet. En toen had ik de tijd om dat allemaal te gaan doen. Waar gaat het voor Zo Vader, Zo Zoon over? De vader en zoon gaat over een rare familie, arme familie in het rijke Wassenaar, met een krankzinnige vader, manisch depressief en een hele lieve, vrome moeder, met hun huishouden van 7 kinderen, veel te veel, een huishouden vol huisdieren, met vrienden over de vloer, chaos, plezier. Jij komt zelf ook uit de Wassenaar. Ja, ik kom uit Wassenaar en inderdaad uit het achterbuurtje van Wassenaar. Uit een arm gezin. Dus het is een tikkeltje autobiografisch. En het is maar dat u dit allemaal weet.